Welkom bij Excelsior 31 TV. Excelsior 31 had afgelopen dinsdag een lange busreis. Ze gingen namelijk op bezoek bij VVSB. VVSB strijdt tegen degradatie en Excelsior 31 wil graag bovenin meedoen. Dat belooft een spannende pot te worden. Laten we gaan kijken naar de samenvatting. Deze samenvatting wordt u aangeboden door Jan Lichtenberg Hypotheken en alle verzekeringen. Een heerlijk sfeertje hier op Sportpark De Boekhorst. Ik kan u vertellen, als je hier naartoe rijdt in die bollenstreek, dan is het inderdaad geel en paars. Goed uit de rug van zijn man gekomen, Jasper Veldkamp. En Leemhuis met een diepe bal op die van Werkhoven. Komt daar de eerste kans voor Huuke Punteman. Ja. Een mogelijkheid voor Excelsior 31 in de derde minuut van deze wedstrijd. Diepe bal, goede bal op Huuke Punteman. Geen buitenspel. Kan geen buitenspel zijn. Oei. Huuke Punteman met wederom een kans. Moest het met zijn linker doen. Kopduel gewonnen door Nick Davina en Excelsior weer. Nu Guy van Werkhoven. Oei. Had de mogelijkheid om de bal opzij te leggen. Luister Raus met een foute paas. Dat kan voor Excelsior wat opleveren. Goeie bal van Jasper Veldkamp. En ik zat eigenlijk te wachten op het rechterbeen van Guy van. Is misschien niet zijn sterke been. Daar lijkt doelman Van Zaltbommel even te twijfelen. Hij heeft het geluk dat VVSB wederom weinig mensen voorin heeft. Hier ligt wat ruimte voor VVSB. Doelman Van Zaltbommel uit zijn goal. En kan redding brengen. Werkhoven nu met een man in zijn rug. Maar Werkhoven is sterk. Kan de bal bij Thomas brengen. Komt er voorzet, rechterpootje vanuit stand. En schot van Michel Getsemulkus. De corner genomen voor Excelsior 31. Komt de bal voor, strak voor. Weggekopt door VVSB, Sander Thomas. Michel Getsemulkus, voorzet. Tweede paal, Huuke Punteman, koppend. Maar Valk staat op zijn plek. VVSB nog eens een keer. In de 43ste minuut wedstrijd. Komt daar weer een kans voor VVSB. Voorzet. Komt bij de tweede paal. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Met nummer 12. Richello Fecunda. Excelsior stond erbij en keek ernaar. Weggekopt, VVSB. Sander Thomas moet daar het luchtduel aan gaan. Wint het zonder te springen. Goeie bal nu. Vincent Schmid, voorzet, doelpunt. Ja, ja, deze zag je aankomen. Goeie aanval van Excelsior 31. Aanvalsopzet aan de linkerkant. Vincent Schmid vindt... Wie anders dan Huuke Punteman. Jasper Veldkamp op snelheid nu. Voorbij zijn tegenstander. Voorzet nu. Bal goed. Oei. Ja, prima aanval. Ja, deze bal is over de achterlijn. Weer een prima aanval over de linkerkant. Krijgen we een identieke situatie. Doelpunt. Ja hoor. Jasper Veldkamp. Jasper Veldkamp. Jast hem in het dak van het doel van VVSB. Wederom een aanval via de linkerkant.
En hiermee laat Jurjan Wouda zien dat zijn wissel effect heeft. Een kans voor Daya. Een kans voor VVSB. Is het met nummer 7 ook een invaller? Jason Halman, die de stand weer gelijk trekt. Goede aanvalsopzet, nu voorzet. Excelsior, Hakim, doe het, te slap schot. Ja, daar is een kans en daar is het doelpunt. Ja, daar is Excelsior volledig uit het veld geslagen. Zeker. Excelsior verliest hier vanavond van laagvlieger VVSB. 4-2. En hier is het eindsignaal van scheidsrechter Roerveld. Excelsior moet zich schamen. En VVSB, op basis van de tweede helft, ging de ploeg erin geloven. En wist het 4 keer te scoren. Deze samenvatting werd aangeboden door Jan Lichtenberg, hypotheken en alle verzekeringen. En op de een of andere manier moet je dus killen. De 3-1 maken. En dat doen we niet. Wouden ze in de wedstrijd net als thuis. Maar ook, zij speelden afgelopen weekend, volgens mij stond ze 3-0 achter. Scoren ze er ook 3, net als vandaag. Ja. Dat weet je. En wij laten ze denk ik gewoon lang leven. Ja, nee, hartstikke zonde. Hartstikke zonde, hè? Want je had een mooie slag kunnen slaan. Een hoop supporters vanuit reis. Een bus vol meegekomen. Hartstikke mooi. Wordt absoluut gewaardeerd. Hè? Dus dat is hartstikke mooi. Alleen ja, helaas gaat iedereen terug naar reizen met 0 punten. En dat is jammer. Dat is jammer en vind ik persoonlijk ook onnodig als ik zie wat we kunnen en wat we eigenlijk vandaag buiten dat kwartier op de mat hebben gelegd. Zonde. Helaas nemen we de punten dus niet mee naar reizen. Bedankt voor het kijken en tot donderdag. Dan staat er weer een weekjournaal op het programma.